We waren bezig met een serie, weet je nog, Keep It Simple. Keep It Simple, we hebben inmiddels eigenlijk in die serie best wel van alles genoemd. En ik wist ook toen we de serie gingen beginnen, dat voelde ik zo op mijn hart dat de Heer aangaf. Deze serie gaat groeien terwijl je ermee bezig bent. En in verschillende aspecten die God eraan toevoegde. Maar vandaag gaan we hem afronden. En het is bijna oud en nieuw. We gaan het oude jaar afronden, het nieuwe jaar in. En wat is er mooier dan dat je als conclusie van alles wat we aan onderwijs hebben gegeven, alle verschillende aspecten van je dagelijkse leven, je leven met God, dat de conclusie is, je hebt Jezus nodig. Dat is Keep It Simple. Waar je ook zit, je hebt de Heer nodig. En vandaag gaan we een bijzondere dienst tegemoet, omdat we aan het avondmaal gaan als kerk. En dat we ook tijd willen nemen voor iedereen om je te zalven persoonlijk. Met persoonlijk een moment van zalving. En ik ga ook uitleggen wat dat ook weer betekent. Waar het in de Bijbel staat, ook de zalving, waar je dat terugvindt. Dus ik heb er zin in om dat te delen met elkaar. En nogmaals, als je meekijkt op de livestream, heel hartelijk welkom. En misschien ben je nog net aan het ontdekken wie God is. Ben je ons net aan het ontdekken? Ben je hier nog niet zo lang? Dan hoop ik dat dit ook een beetje uitleg is vandaag. Wat is avondmaal precies? Wat kan je daarvan verwachten? Hoe werkt dat? Het avondmaal van de Heer Jezus en zalving. Hoe zit dat? En waar staat dat in de Bijbel? Wat betekent dat? Dus daar gaan we een beetje op in. Ik wil beginnen met die ene tekst uit 1 Korinthe 13 vers 11. Als je praat over Keep It Simple en de conclusie voor vandaag van hou het simpel, de essentie van de dingen die God ons geeft, staat hier ook weer heel mooi in. En er staat, toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Dat is zo belangrijk, dat je groeit als christen, dat je niet meer reageert als kind primair, maar dat je nadenkt, dat je wijze keuzes maakt, dat je wandelt met de Heer en een zegen bent voor anderen. Nu ik volwassen ben geworden, nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Eigenlijk staat daar, je begrijpt dingen maar half nu nog in dit leven. En misschien, ik heb vragen afgelopen dit jaar 2018 over waarom duren bepaalde dingen zo lang in mijn privéleven. Zoals sommigen van jullie weten. En bepaalde dingen die heel anders gingen dan we verwacht hadden. En misschien herken je dat wel. En je vraagt naar antwoorden, je zoekt naar antwoorden. De Heer, waarom? Waarom wordt mijn gebed niet verhoord of nog niet? Of waarom gebeurt dit? En waarom gebeuren er goede dingen met slechte mensen? En soms slechte dingen bij goede mensen. Ik ga daar zo nog een tekst over lezen met elkaar. Maar die vragen. En er staat hier, eigenlijk zien we nog maar deels. We zien wazig hoe het allemaal werkelijk zit. Aan de andere kant van de eeuwigheid zullen we alle antwoorden krijgen. Straks staan we oog in oog. Ons resten ons nog geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Geloof, hoop en liefde. Het allerbelangrijkste is de liefde. Keep it simple. Geloof, hoop en liefde. Weet je, ik hoop dat je uitstrekt naar groeien in geloof. In de Heer. In vertrouwen stellen in de Heer. Ik hoop dat je groeit in hoop. Geloof, hoop. Daar waar je nog niet precies weet. We hebben er veel over gesproken in deze serie. Keep it simple. Over van hoop. De opstap naar geloof. Ik weet niet zeker of ik het geloof heb, maar ik hoop in ieder geval op de Heer. Ik richt mijn hoop op Hem. Is al een hele grote stap om Hem meer te zien werken in je leven. Geloof, hoop en liefde. En liefde. En daar staat erbij, het belangrijkste is de liefde. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, als je alleen maar leeft voor jezelf en komt in de kerk voor jezelf, dan is het ten eerste heel saai. Je zal er gauw op uitgekeken raken. Maar je liefde stroomt niet. God roept ons om lief te hebben zoals Jezus lief heeft. Om elkaar te dienen zoals Jezus ons gediend heeft. Om een zegen te zijn voor anderen zoals Jezus ons gezegend heeft. Om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Ik hoop dat je hier komt in de kerk ook op zondag met een missie. Het gevoel van ik ga iets betekenen. Ik ga helpen, handen uit de mouwen. Ik ga een zegen zijn. Ik ga die liefde die God in mij gelegd heeft laten stromen naar buiten. Geloof, hoop
en liefde. Liefde is actief, het betekent iets, het doet iets. Deze drie, wat je ook meemaakt. Vandaag gaan we eigenlijk twee dingen doen, avondmaal en zalving. In de protestantse kerk praten ze wel eens over sacramenten. En dat zijn die heilige onderdelen. Het woord sacrament is een beetje een ouderwets woord. Het komt van sacramentum en dat betekent geloofsgeheimen. En dit is een definitie van een sacrament. Een gewijde handeling waarin God nadert tot de mensen. Tegenover handelingen waar de mens nadert tot God. Laat ik het even uitleggen. Als jij gaat bidden, dan nader je tot God. Als je offers brengt, ook een hart voor het huisoffer, een lofoffer, een offer van dankbaarheid, wat het ook is, dan nader je tot God daarmee. Maar er zijn bepaalde dingen die God gegeven heeft, symbolieken die ons helpen om te ontvangen dat God naar ons toe komt. Als we zo meteen aan het avondmaal zijn, het avondmaal van de Heer Jezus, met brood en wijn, dan is het eigenlijk dat God daardoorheen dichter naar jou en mij toekomt. Hij wil je ontmoeten in die momenten. Wanneer je hem dankt voor het brood als teken waar dat voor staat, de wijn als teken waar dat voor staat, gaan we zo naar kijken. Dat je ontvangt dat God heel dicht bij jou komt. De sacramenten zijn die dingen waar God naar de mens toekomt door de symboliek heen. De doop is er ook eentje van. Het zit hem niet in het water, maar het zit hem in de symboliek. Het feit dat je doet op vertrouwen op de Heer en God ontmoet je daar. Dus dat is een hele mooie definitie. Er zijn bepaalde momenten waar de Heer heel bijzonder door de symboliek heen ons wil ontmoeten. Jou wil ontmoeten, ook vandaag. Dus we kijken even naar het avondmaal. 1 Korinthe 11 vers 23 is een tekst die ik vaak gebruik daarvoor. Lees maar even met me mee, de nieuwe Bijbelvertaling. Wat Paulus daarover zegt, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankzij hen uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam van jullie, wat we zo meteen met elkaar gaan nemen. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer je het brood eet en uit de beker drinkt, dan verkondig je de dood van de Heer totdat hij weer terugkomt. Je gelooft, we zijn hier op aarde tijdelijk totdat de Heer Jezus terugkomt en zijn bruid, zijn gemeente tot zich neemt. En dan staat er in vers 27, daarom maakt iemand die op onwaardige wijze het brood eet uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. En daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, dan zouden we niet worden veroordeeld. Dat is best een beetje strak. Komt even binnen. De Bijbel roept ons op voordat je aan het avondmaal gaat, om jezelf te toetsen, te checken. En Paulus zegt daar zelfs bij dat mensen zwak en ziek waren omdat ze dit niet deden. Hoe kan je dat doen? Waar test je jezelf op? Waar onderzoek je jezelf in? Een van de allerbelangrijkste dingen is misschien wel vergeving. De hele boodschap van de Heer Jezus aan het kruis is de boodschap van vergeving. Hij vergeeft jou en mij van al onze zonden, zodat we nieuw leven krijgen en met hem voor eeuwig mogen zijn. Heer, vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij. Een bittere christen zou eigenlijk niet moeten kunnen. Toch zie je er wel eens een keer eentje. Wel eens. Niet hier. Ergens. Ik geloof dat als... Check je hart. Heer, is er nog iemand die ik moet vergeven? Is er boosheid? Is er wrok? En de vraag is niet... Ja, maar je moest eens weten wat die persoon... Ja, dat weet ik. Maar geef het aan de Heer terug. De kunst is dat je de wraak aan de Heer teruggeeft. Dus Heer, ik geef het aan u. U moet daar maar wat mee doen. Ik wil in de vrijheid leven die vergeving mij schenkt. Vergeving doe je voor een groot deel voor jezelf, niet voor die ander.
Want die ander vraagt er misschien helemaal niet om. En is misschien zich helemaal niet bewust van wat allemaal. Maar de Heer zegt vergeef. En geef het aan mij. Dus weet je, als je hier zo aan het avondmaal zit. Check je hart. Is er nog iemand die ik moet vergeven? Is er ergens boosheid? Is er ergens, misschien wel hier in de kerk iemand. Of ergens, of in je familie. Help me om te vergeven. Check jezelf. Je woorden, de dingen die je hebt uitgesproken. En wie niet, zou ik haast zeggen. Wij allemaal. Je zegt gauw iets of op een manier. Of als je terugkijkt op deze periode dit jaar. Negatieve gepraat of roddel, kritiek of wat dan ook. Breng het naar de Heer toe. Breng het aan de Heer. Zeg, Heer, vergeef me. Dat is niet goed. Het is niet de taal van de Heilige Geest. Het is niet hoe ik wil dat ik spreek, dat ik praat. Vergeef me. Aanstoot. Weet je nog wat aanstoot was? Het is dat je dingen begint op te stapelen van binnen hier. En dat je begint te ergeren. Dat je begint over dingen. Of over mensen. Of over misschien wel dingen in de kerk. Of op je werk. Of wat dan ook. En de Heer zegt, geef het aan mij. Geef het aan mij. Geen zegeltjes sparen, zoals dat heet. Geef het allemaal terug aan de Heer. Check je hart voordat je aan het avondmaal gaat. In 1 Petrus 1 vers 18 staat, u weet immers dat u niet met iets zoals zilver of goud bent vrijgekocht. Uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met het kostbaar bloed van een lam, zonder smet of gebrek van Christus. Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Toen hij daar aan het kruis hing, al bloedend en wel. We gaan straks een beschrijving lezen in Jesaja, hoe erg hij eraan toe was. Dat bloed dat vloeide, dat stroomde uit zijn gebroken lichaam. En daarmee kocht hij jou en mij vrij terug van de vijand. Hoe kostbaar is dat? Het bloed van Jezus spreekt krachtiger, staat er ergens, dan dat van Abel. Het bloed van Jezus spreekt nog steeds. Als we aan het avondmaal gaan, dit is geen bloed, dit is gewoon wijn. Of misschien niet eens echte wijn, ik weet niet wat we doen hier. Alcoholvrije druivensap, zie je wel. Allemaal prima. Het is de symboliek. Maar het staat voor het bloed van de Heer Jezus. In de onzichtbare wereld spreekt dat heel erg sterk. Jij kan zeggen, ik ben een kind van God. We zongen net, ik ben geen zondaar. En sommige mensen denken, we zijn toch allemaal enzovoort. Weet je wel, die oude katholiek, hoe noem je dat? Calvinistische achtergrond. En dat is niet meer je identiteit. Je bent geen zondaar meer. Je bent vrijgekocht. Je bent een kind van God. Je bent vergeven. En je bent van Jezus. Maar hij heeft je gekocht met een hele kostbare prijs. En nummer 3, het avondmaal brengt genezing. Jesaja 53. De beschrijving die Jesaja geeft in een profetie toen hij vooruit zag. En in een beeld al, in de toekomst. Helemaal de kruisiging van de Heer Jezus zag. Wonderbaarlijk, hè? Duizenden jaren daarvoor. En hij sprak het al helemaal uit. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want als een loods schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde. Dan staat er, hij had gestalte nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Mag ik dat eens in gewoon heel vrij Nederlands vertalen? Hij zag er niet uit. Hij had al zijn glorie, hij was zo gemarteld, zo gepijnigd, dat hij er niet meer uitzag. Hij was veracht van de mensen, verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Daar staat eigenlijk in gewoon Nederlands, mensen keerden hun hoofd af. Het was niet om aan te zien hoe hij daar hing aan het kruis. In al zijn pijn, in al zijn lijden. En hij was vertrouwd met ziekte. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten gedragen, onze verdriet, onze pijn. Wij dachten eigenlijk dat hij een geplaagde was door God. Gestraft door de Heer. In zekere zin was dat ook zo. De straf die op ons zou moeten komen, was op hem. En misschien denk je, hij was vertrouwd met ziekte. Jezus is nooit ziek geweest. Toen hij hier op aarde was, in de hemel ook niet. Hij is nooit ziek geweest, maar hij heeft de ziekte gedragen, op zich genomen. Alle ziekte
en alle pijn om jou en mij vrij te kopen. Een nieuw leven te geven. Bevrijding van al die ziektes. De straf, maar ik zal beginnen bij vers 5. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, door de slagen op zijn rug, dat 40 min 1 slagen, door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schaap, gingen alle kanten op, we wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Onze Heer Jezus, ik wil vragen of het team ons kan helpen om avondmaal voor te bereiden en zometeen door te geven. En ik hoop echt dat je een moment neemt, jij en de Heer Jezus. Door al die ellende is hij heen gegaan voor jou. Check je hart. Heer, zijn er nog dingen die ik aan u terug wil geven, aan u terug moet geven? Zo meteen na het avondmaal word je gezalfd met olie als teken van de Heilige Geest. En dan wil je dat je hart rein is en zuiver en hem kan ontvangen. En terwijl het team zich voorbereidt, lees ik nog een stukje uit Psalm 34. Een mooie psalm waar Gods goedheid zo in naar voren komt. En in de momenten dat ik het moeilijk had, dat ik door situaties heen ging die ik niet snapte en die veel langer duurden dan ik dacht enzovoort. Toen kwam deze gedachte, ben ik gaan opzoeken, waar staat dat ook alweer? De eerste regel vind ik niet leuk, de tweede regel geeft weer hoop. De eerste regel is, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Niet leuk. Maar, uit die alle redt hen de Heer. Oh, dat is gelukkig waar. En ik ben dat gaan opzoeken, verschillende vertalingen en verschillende... De New King James zegt afflictions. Many afflictions. En afflictions ga ik dan weer opzoeken in de woordenboeken. En dat betekent pijnigingen, hartzeer, verdriet. Veel van die dingen kunnen de gelovigen overkomen, maar God redt ons uit al die dingen. Luister maar of lees maar mee als voorbereiding op het avondmaal. De ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen. Zijn oren tot hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, de rechtvaardigen, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit die allen redt hen de Heer. In het boek staat er vele, vers 20, vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Mooi, hè? Ik weet niet precies waar je zit. Als je brood en je wijn in je hand hebt. Maar de Heer is altijd bij je. En er gebeuren dingen in dit leven die we niet begrijpen. Maar soms vraag je, waar is God nou? Waarom gebeurde dat bij mij? Maar weet je, de Heer zegt, ik zal uitredding brengen. Talrijk zijn de rampen van de recht, maar uit die alle redt hen de Heer. Ik geloof als brood en wijn nemen, in Jezus' naam, dat genezing zal stromen, dat heling zal stromen, lichamelijk, emotioneel. God is bij je en hij wil je ontmoeten. Dit is zo'n moment waar de Heer door de symboliek heen heel dicht bij jou en mij wil komen. Heeft iedereen, zijn we klaar? Wil ik vast gaan bidden voor het brood. Vader, dank u wel, Heer, dat u uw Zoon heeft gegeven. En Heer Jezus, dank u wel dat we aan uw maaltijd mogen deelnemen. Dat u zegt, doe het. Zo vaak je dit doet, denk aan mij. Denk aan mij. Wij denken aan u, Jezus. We staan stil bij u. Wij proberen een plaatje te in ons gedachten te hebben van u aan het kruis. En u deed dat voor mij en voor mijn broers en zussen. En we zijn u daar eeuwig dankbaar voor. Er is genezing in uw striemen, in uw pijnigingen,
In u heeft onze ziektes gedragen. En Heer, we bidden voor genezing en herstel voor iedereen die dat nodig heeft. Ook de mensen op livestream die meekijken. Heer, laat genezing stromen als uw volk aan uw tafel uw maaltijd neemt. Zegen het brood in Jezus' naam, laten we nemen. En zo ook de wijn. Openbaringen 12 vers 10 staat, zij hebben hem overwonnen, de vijand. Door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Je overwint je vijand. Of je het nou leuk vindt of niet, er is een vijand. Er is een vijand die, dat is niet je vriend. Hij heeft niet het beste met je voor. Jezus heeft die vijand overwonnen aan het kruis. En nu hebben wij het voorrecht met het woord van ons getuigenis, met het bloed van de Heer Jezus, om onze vijand te overwinnen. En je leven niet lief te hebben tot in de dood. Leef niet langer voor jezelf. Leef voor Jezus. Dien Hem. Dien Hem met vreugde. Als iemand je een keer vraagt binnenkort, daarom proberen we elke zondag getuigenis te hebben hier op het podium. Als iemand vraag, hey, zou je een getuigenis willen geven? Zeg niet te gauw, ja, dat weet ik niet wat ik moet zeggen. Verlegen, weet ik niet. Vanaf nu zeg je, ik zal mijn vijand overwinnen. Door het woord van mijn getuigenis. Zo krachtig. Ik proclameer de goedheid van God over mijn leven met mijn getuigenis. In Jezus' naam. Zo overwinnen we de vijand. Er is overwinning in dit bloed. Overwinning van zonde, overwinning van verkeerde gewoontes, overwinning van een hopeloze toekomst. Overwinning over je vijand, wat het ook wezen mogen. In Jezus' naam. Dank u wel, Heer, voor uw kostbaar bloed. Laten we allemaal drinken eruit. Dank u, Jezus. Bekertjes mogen naar rechts. We gaan zo. Iedereen die wil, gaan we zalven met olie. En ik wil je nog een klein beetje daar iets over vertellen. Wat dat betekent, wat is dat ook weer? Misschien weet je nog wel, de naam van Jezus is Jezus Christus. Christus betekent de gezalfde. En de zalving in het Oude Testament kwam niet veel tegen. En dat was vooral koningen en priesters, hooggeplaatsten, die dan bij de aanstelling gezalfd werden. In het Nieuwe Testament is de zalving voor elke christen, voor elke gelovige. Omdat we deel zijn van een koninklijk priesterschap. Omdat de Heer Jezus dat heeft gebracht. In het Oude Testament, Jesaja 61, vind je een heel mooie beschrijving. Dus nogmaals, de zalving, dat druppeltje olie wat we zo meteen op je hoofd doen, is een symboliek. En het staat voor de Heilige Geest. Het staat voor de volheid van de Heilige Geest. Ook voor het nieuwe jaar, 2019. En wat doet de Heilige Geest? Wat doet de zalving? Jesaja 61. De Geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. En dan zie je wat de zalving doet. Om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebonden de opening van de gevangenis. De zalving op je leven is nooit alleen voor jezelf. Het is om mensen te helpen. Het is om in staat te zijn mensen te helpen. Om het goede nieuws te brengen. Om aan nederigen. Om gebrokenen van hart verbonden te zien worden door de Heer. Om vrijlating te zien van de gevangenen. Vrijheid ervaren, weet je wel, we zeggen het vaak tegen elkaar. Een van de manieren waarop de zalving toeneemt, is als een gemeente in eenheid optrekt. Als broers en zussen in eenheid optrekt. Misschien ken je wel Psalm 133, waar het zo duidelijk in staat. En er staat, zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samen wonen. In Engelse Bijbel staat er in unity, in eenheid. Het is als de kostelijke olie op het hoofd gaat neer over de baard van Aaron, daalt neer op de zoon van zijn priesterkleed. Ik weet niet precies wat dat allemaal betekent, maar dat betekent in ieder geval dat het van boven naar beneden stroomt. En dat is logisch, dat komt van de Heer af.
daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid. Zalving neemt toe. Daar waar een kerk optrekt in eenheid. Waar ze zeggen, hé, we geloven in wat God hier doet. We geloven in Jezus, het hoofd van de kerk. Er is eenheid. Er is de manier waarop we met elkaar omgaan, naar elkaar omzien. De manier waarop we praten met elkaar. Waar broeders en zusters eensgezind samen wonen, daar zal de zalving toenemen. Een paar teksten in het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 2, vers 21. Hij nu die ons bevestigt in de gezalfde, en daar staat in sommige Bijbels dus in Christus, en ons heeft gezalfd. Zie je dat? Jij bent ook gezalfd. Ons heeft gezalfd. Is God door de Heer, die ook zijn engel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten heeft gegeven. De Heilige Geest woont in je hart. En dat is een soort stempel, mag ik het zo zeggen. Een onderpand dat je later voor eeuwig bij God zal zijn. En mag zijn. Het teken dat je gered bent, het teken dat je een kind van God bent, is dat de Heilige Geest in je woont. In Hebreeën 1 vers 9, daar staat het zo, de gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Een van de dingen die de zalving doet, de Heilige Geest doet, is dat hij je vreugde geeft. Vreugde. Deze tekst gaat over Jezus, maar het gaat ook over ons, want hij is ons voorbeeld. De Heer Jezus, de staat, hij heeft de ongerechtigheid gehaat, heeft de gerechtigheid lief gehad. Dus hij stond voor wat goed was, wat waar was, wat koninkrijk van God. Daar stond hij voor, daar gaf hij zijn leven voor. En de Heer zegt, ik zalf je met vreugdeolie boven alle anderen. En ik zeg het vaak bij de zegen, ga ik straks weer doen. Wees gezegend met de vreugde van de Heer. Dat komt uit Nehemia. Want Nehemia zei het, de vreugde van de Heer is je kracht. Is je kracht. En wie doet dat? De zalving van de Heilige Geest, Gods aanwezigheid. Kan je een vreugde geven boven bidden of beseffen. Ondanks situaties, ondanks wat er ook allemaal gebeurt, maar hij geeft je die olie. Nou, de laatste. En dan gaan we doen waar we het over hebben. Jacobus 5. Als je wat langer christen bent, dan weet je dat hij daar staat. Een van de meest bekende teksten over zalven. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Die mensen heb je natuurlijk ook, die gewoon helemaal vrolijk zijn. Je zit in een fantastisch seizoen. Alles gaat geweldig. Je bent drummer en je gaat trouwen in mei. Dat soort dingen. Dat zou... We hebben ze het over al die moeilijke verhalen. Nee, het leven is één groot feest. Nou, geniet ervan. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente, bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dat is wat we zo meteen gaan doen. En je kan je voorstellen, een kerk bijvoorbeeld in Jeruzalem had al gauw, als heel snel 20.000 mensen, misschien meer. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest dat alle oudsten van die grote kerk met z'n allen naar alle zieken gingen. Sommige Bijbelvertalingen zeggen hier leiders van de kerk. We geloven erin. We geloven in je connectleider en in je teamleider. Om voor je te zorgen en met je te bidden voor situaties. Maar vandaag dus hier in het huis op zondag. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het er vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zal je genezen. Want het gebed van de rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Er is kracht in het met elkaar kunnen praten over zonde, noem het zwaktes, uitdagingen. Ik hoop dat, ik hoor dat steeds vaker in connectgroepen, dat er een openheid is waar mensen hun zwaktes durven delen. En zeggen, bij mij is niet alles roze geur en maneschijn. Ik ben aan het groeien, ik ben onderweg met mij, in mijn relatie met God. Maar er zijn nog uitdagingen, er zijn nog dingen. En ik zou haast zeggen, wie niet? Wie niet? Als jij op een connectgroep zit en jij hebt de moed om iets te delen van jezelf. En er zit iemand daar met een heel heilig gezicht. Van nee, zeg, dan ga ik er niet mee. Zeg, werkelijk? Stuur even een mailtje naar Tabitha. Dat is het laatste wat we willen. Wij allemaal.
Wij allemaal derven de glorie Gods, staat er in de NDG. Wij allemaal komen tekort. Als iemand de moed heeft om iets van zichzelf te delen, dan omarmen we dat. Dat is waardevol. En dan zijn we eerlijk en dan zeggen we, joh, eerlijk gezegd, hier zit er nog één. Zo willen we met elkaar omgaan. Dat is wat Jacobus hier bedoelt. En bid voor elkaar. En je zal zien dat genezing gaat stromen. Genezing gaat beginnen te werken. God is in ons midden. Als we onze maskers durven afzetten en gewoon durven zijn wie we zijn. En voor elkaar kunnen bidden.